Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Monika. Monika volgt al een tijdje een ketogeen dieet. Dat wil zeggen een dieet met een extreem laag koolhydraatgehalte en een hoog vetgehalte. Het doel van dit dieet is om je lichaam, de cellen in je lichaam, te stimuleren om vetzuren in plaats van glucosemoleculen te verbranden als brandstof te gebruiken in de energiefabriekjes van hun cellen. En gedurende die verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je levercellen wordt dan ook een bijproduct gevormd. En dat zijn ketonen, vandaar ook de naam van het dieet, een ketogeen dieet. En die ketonen, dat bijproduct van de vetzuurverbranding in de mitochondriën van de levercellen, die kunnen dan gaan dienen als brandstof in je hersenen, je hersencellen. Je hersencellen zijn namelijk niet in staat om vetzuren te verbranden. Deze ketonen, dat bijproduct van de vetverbranding in de mitochondriën, energiefabriekjes van je levercellen, kunnen met je levercellen deze ketonen hebben gevormd en vervolgens ook wel hebben uitgescheiden, aangetoond worden in je urine. Alleen, Monika volgt nu al een tijdje een ketogeen dieet. Een dieet met als doel dat je lever als bijproduct van de vetverbranding ketonen gaat vormen. Monika heeft nog geen ketonen aan kunnen tonen in haar urine. Dus kennelijk verloopt de vorming van die ketonen in en door haar levercellen, in die mitochondriën van haar levercellen, tot nu toe niet goed. Want ja, anders had ze wel die ketonen aan kunnen tonen in haar urine, hè? Dus de vraag van Monika is: kan ik invloed uitoefenen op de vorming van ketonen in en door mijn levercellen, in de mitochondriën van mijn levercellen? Want kennelijk verloopt dat niet goed, want ik heb nog geen ketonen aan kunnen tonen in mijn urine. Dat is de vraag van Monika. Nou, Monika, laten we het eens gaan hebben over wanneer je levercellen wel en wanneer je levercellen niet in staat zijn om ketonen te vormen, dit bijproduct van de vetverbranding, en deze vervolgens ook wel uit te scheiden, want ja, dat is nodig. Wil jij die ketonen aan kunnen tonen in je urine, hè? Wanneer je levercellen niet in staat zijn om deze eerst te vormen en vervolgens ook uit te scheiden, ga jij ze niet aan kunnen tonen in je urine, hè? Alle cellen in je lijf en dus ook je levercellen kunnen twee soorten processen uitvoeren. Eerst katabole, afbrekende processen, en vervolgens ook anabole, opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van katabole, afbrekende processen, in en door je levercellen, daar hebben we het nu over, worden grote voedingsstofmoleculen opgenomen in je levercellen en afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen, afbraak, afvalblaasjes van je levercellen. Dat is dus een ander gedeelte als daar waar die verbranding plaatsvindt, hè? Dus eerst vindt de afbraak plaats van grote moleculen tot kleinere delen in de lysosomen, afbraak en afvalblaasjes van je levercellen.
Gedurende die afbraak worden afbraakproducten en ook afvalstoffen, waaronder varianten met zuurtegraadverhogende eigenschappen, gevormd in die lysosomen, die afbraak- en afvalblaasjes van je levercellen, en raakt de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen levercellen nodig hebben om goed te kunnen werken, verloren. Eerst moeten die afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen, die gedurende de uitvoering van die afbraakprocessen in die lysosomen, die afbraak- en afvalblaasjes van je levercellen gevormd zijn, verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn met behulp van ionenpompen. Dat zijn membraaneiwitten die het uitscheiden van polaire moleculen mogelijk maken, wil de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen, leverenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken, eerst weer hersteld zijn en dan pas kunnen anabole opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen uitgevoerd worden. Zoals de vorming van ketonen. Vorming is een anabool proces in en door de mitochondriën, dus een ander gedeelte, hè, van je levercellen gedurende die verbranding van vetzuren. Al daar de vorming van vesicles, transport- en secretieblaasjes in en door die mitochondriën. De vorming van transporteiwitten. Transporteiwitten die het uitscheiden van die gevormde ketonen mogelijk maken. Het verpakken van die gevormde ketonen in die vesicles, transport- en uitscheidingsblaasjes, met ook die transporteiwitten erin aanwezig. En dan pas kunnen je levercellen de gevormde ketonen uitscheiden. Dat is dus pas wanneer eerst katabole processen in de lysosomen van je levercellen hebben plaatsgevonden, vervolgens de afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn met behulp van die ionenpompen, membraaneiwitten die het uitscheiden van ionengeladen deeltjes mogelijk maken. En vervolgens moet dan eerst ook nog anabole processen uitgevoerd worden. Die ketonen moeten gevormd worden. Vesicles, transport en secretie, uitscheidingsblaasjes moeten gevormd worden. Transporteiwitten die het uitscheiden van de gevormde celproducten, in dit geval ketonen, mogelijk maken, moeten gevormd worden. En dit geheel moet dan uitgescheiden worden richting het celmembraan van je levercellen. En dan pas zijn ketonen gevormd en ook uitgescheiden naar het extracellulaire milieu van je levercellen. En dan zou je ze misschien een keertje in je urine aan kunnen tonen, maar niet eerder dan dat. Dus op het moment dat die verdunning, neutralisatie en uitscheiding van de afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen in de lysosomen van je levercellen niet goed verloopt, dan zal die optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen, leverenzymen nodig hebben om weer nieuwe processen uit te voeren, zoals de vorming van die ketonen in die mitochondriën, de vorming van die vesicles, die transport- en secretieblaadjes, de vorming van die transporteiwitten die het uitscheiden van die celproducten, ketonen in dit geval, mogelijk maken, niet plaatsvinden. Dus, kennelijk verloopt die verdunning, neutralisatie en uitscheiding van de afbraakproducten en afvalstoffen in de lysosomen van je levercellen niet goed, want jij hebt geen ketonen aan kunnen tonen in je urine, wat wil zeggen dat je levercellen niet toekomen aan de vorming van ketonen, de vorming van vesicles, de vorming van transporteiwitten die het uitscheiden van
moleculen waarom de ketonen en andere cel-levercelproducten mogelijk maken. En wanneer komen je levercellen dan niet aan toe? Ja, wanneer ze hebben nog te veel afvalstoffen en afbraakproducten met zuurtegraadverhogende eigenschappen in hun lysosomen hebben zitten. Hoe ben je daarop van invloed? Nou, de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van de afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen in de lysosomen van je levercellen, maar ook de vorming van ketonen, de vorming van die vesikels, de vorming van die transporteiwitten die het uitscheiden van de levercelproducten mogelijk maken. Daar hebben jouw levercellen vocht en bouwstoffen voor nodig, want dat zijn allemaal op bouwende en herstellende anabole stoffen zijn processen waar je levercellen vocht en bouwstoffen voor nodig hebben. Maar een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Betekent, kan je lichaam, kunnen je levercellen niet zelf vormen, dus die moet jij aanleveren. Dus op het moment dat jij een ketogeen dieet volgt, je beperkt je koolhydraatinname sterk, je verhoogt je vetinname sterk, maar jouw ketogene voeding biedt voortdurend te weinig vocht, biedt voortdurend te weinig varianten, essentiële varianten van bouwstoffen. Ja, dan gaan jouw levercellen daar niet over beschikken, gaan jouw levercellen niet in staat zijn om de afbraakproducten en afvalstoffen met zuurtegraadverhogende eigenschappen in hun lysosomen te verdunnen, neutraliseren en uitscheiden, gaan je levercellen niet toekomen aan anabole processen, gaan je levercellen niet toekomen aan de vorming van ketonen, laat staan de verbranding van vetzuren, gaan ze niet toekomen aan de vorming van vesicles, uitscheidingsblaasjes en aan transporteiwitten. Nee, want dan liggen ze nog bezaaid met afvalstoffen. En dan komen je levercellen daar niet aan toe. Dus als antwoord op jouw vraag of jij invloed uit kan oefenen op de vorming en uitscheiding van ketonen in en door je levercellen, kennelijk verloopt dat nu niet goed, namelijk want je hebt nog geen ketonen aan kunnen tonen in je urine. Nou ja, door je ketogene voeding te optimaliseren in vocht en alle essentiële varianten van bouwstoffen, want anders gaan je levercellen niet toekomen aan opbouwende en herstellende processen, gaan jouw levercellen niet in staat zijn om alle afbraakproducten en afvalstoffen waarmee ze bezaaid liggen uit te scheiden, gaan ze niet toekomen aan vetverbranding, gaan ze ook niet dat bijproduct ketonen vormen, laat staan uitscheiden. Dat als antwoord op je vraag.